Hallo, met de kindertelefoon. Hey. Hey, ik hoor dat je heel erg verdrietig bent. Helaas komt huiselijk geweld en kindermishandeling veel te vaak voor. Dat kan toch niet? Daarom is het deze week de week zonder geweld. Om extra aandacht te vragen voor de bestrijding van huiselijk geweld. Wanneer je zelf in aanraking komt met huiselijk geweld, of als je denkt dat een klasgenoot of vriend slachtoffer is, dan zijn er verschillende instanties die je kunnen helpen. Bijvoorbeeld de kindertelefoon. Bij de kindertelefoon kunnen kinderen met elke vraag terecht. Zo komen er vragen binnen over hoe je moet zoenen, maar ook kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld bellen om hun verhaal te doen. De vervelende vraag. Met wat voor soort huiselijk geweld krijg je hier te maken? Het kan zijn dat ze bellen van, ja, mijn vader slaat mijn moeder. Of mijn ouders slaan mij, wat allebei heel naar is. Maar het kan ook zijn dat het zo is dat ze ergens mee zitten. Zoals bijvoorbeeld dat ze een slecht cijfer hebben gehaald. En dat ze daarover bellen en dat eigenlijk blijkt dat ze dat slechte cijfer hebben gehaald. Omdat ze het niet zo fijn hebben thuis. Omdat ze bijvoorbeeld of mishandeld, dus geslagen worden, of misbruikt. Wat doe je precies als je zo iemand aan de telefoon hebt? Nou, als ik zo iemand aan de telefoon heb, dan gaan we natuurlijk eerst rustig praten en een beetje achterhalen wat een kind wil. Ja, het kan zijn dat het al zo lang gebeurt bij een kind, dat ze niet echt doorhebben dat het niet normaal is, de situatie waar ze nu in zitten. Dus ja, als je dan af en toe met zo'n kind aan het praten bent en die vertelt van, ja, papa slaat me elke avond. En je zegt van, wist je dat dat niet normaal is wat er bij jou thuis gebeurt? Dat ze ook een beetje schrikken. Omdat voor hen is dat heel normaal, omdat het elke dag zo is. Kindertelefoon. Met de kindertelefoon. Kindertelefoon, met Dion. Zorgen jullie er dan voor dat de kind dan uit huis wordt gestuurd? Ja, ik kan me voorstellen dat je dat afvraagt. En het is zo dat als een kind de kindertelefoon belt, dat het helemaal zijn of haar gesprek is. Dus we kijken waar de behoefte is vanuit het kind. En als het kind denkt van, ja, ik wil dat er iets gebeurt nu, dan treedt hij uit de anonimiteit, zoals we dat noemen. Dan geeft hij zijn naam op, want ja, dat weten we eerst natuurlijk nog niet. En dan gaan we gegevens verzamelen van het kind en kunnen we ervoor zorgen dat er een driegesprek ontstaat tussen de kindertelefoon, het kind en bureau jeugdzorg. En bureau jeugdzorg komt erbij om ervoor te zorgen dat het voor de ouders en voor het kind een betere situatie wordt uiteindelijk. De vervelende vraag. Wat vind je het belangrijkste om aan kinderen mee te geven? Ik vind het heel erg belangrijk om aan de kinderen mee te geven dat ze er bewust van worden dat het niet hun schuld is. Dat zij nooit schuldig zijn aan huiselijk geweld of misbruik. Dat het de fout is van de ouders. Het zijn volwassenenproblemen. Met hulpverlening kan geweld stoppen. En dan worden de ouders en het kind geholpen en kunnen we weer een veilige situatie creëren. Kindertelefoon. Kindertelefoon. Je kunt dus met de kindertelefoon bellen, maar ook chatten. En vorige week is speciaal voor jullie de vernieuwde website voor 8 tot en met 12-jarigen online gegaan. Meer informatie hierover vind je op Basta Social Media.